Super tof jullie kijken naar deze video. Het jaaroverzicht van 2021. Want het is er al deze jaren, een bijzonder jaar eigenlijk. Van de corona. En we mogen weer wat. De vaccins. En hoop gebeurt gewoon dit jaar. Maar ik heb niet over corona natuurlijk gehad. In mijn jaaroverzicht. Want elk jaar maak ik, voor mensen die niet weten, of die voor eerst dit zien, elk jaar maak ik jaaroverzicht van elk jaar. Dus dit jaar van 2021. En wat er allemaal is gebeurd. Er is een hoop dingen gebeurd, wat ik al zei. We mochten alles. We mochten er weer wedstrijden. We mogen naar evenementen. Noem maar allemaal op. Dan ga je een klein beetje dit zien. Maar ook andere dingen wat er is gebeurd in mijn verleden. En dit jaar. Zoals jullie wisten heb ik ook een tijdje niet gevlogd. Weet je, jullie gaan het zien. Veel kijkers zien naar deze jaaroverzicht van 2021. Let's go. Oh, wat gaat er gebeuren? Gaan ze winnen? Na zonder allebei, de allebei keren al zonder publiek. Volgende wedstrijd ook Feyenoord Ajax waarschijnlijk ook al. We gaan het zien. We gaan even kijken. En jullie gaan maar reacties zien. Come on! Come on! Hartslag even meten, mensen. Het zit denk ik aardig hoog. Ja, ik ben gestrest. We gaan naar gestrest toe. Ga even meten nogmaals. Come on! Winnen! Dit keer moet er wel gebeuren. Gewoon een keer in de arena even winnen. Dat lijkt me heel erg mooi. Oh, ik heb geen stress. Dat is mooi. Mijn hartslag 74. Dat is ook. Daar had ik wel vanwege tijd maar voor natuurlijk ook. Dus heb ik dat genomen. En ja, ik ga het weer oppakken, de vloggen. En ik denk dat jullie heel veel hebben gemist. Tenminste, ik zag het al in de reacties. En daar kwam via, het was voor mij support om weer eigenlijk verder te gaan. En door te vloggen waar ik mee bezig was. En ik kan je ook vertellen, er komen leuke dingen aan. Wil je weten wat voor leuke dingen aan? Mijn vlogs in de gaten in ieder geval. Want er komen leuke dingen aan. Ik probeer ook leuke vlogs om weer te maken. En eentje hier naar te staren en dat is Kanya. Maar dus dat. Hier zo echt enorm groot pak ligt op straat. Dan is het gewoon. Maar voor mij gaat het nog steeds sneeuw vandaag. Maar dan ga ik even kijken op de telefoon van mij dadelijk. Maar wat ik ook zo meteen ga doen is lekker editen. En eerst even lekker deze uitzien. Zo, en dan ga ik nu even lekker relaxen en even editen. Het is nou 1 uur geweest, 2:30 is het nou. En ik ben nu klaar met mijn vlog te editen. En wat ook nog steeds bezig is eigenlijk, is het sneeuwen. Het ziet eigenlijk best wel mooi uit als je het derde denk ik. Feyenoord. Waarom? Ik denk dat ze vorig jaar, hoe ze toen hebben gedraaid, best wel invloed heeft gehad dat we dit zo, weet je, we gaan nog beter knokken, we gaan er nu voor, we gaan voor de derde plek. Of we gaan voor de hoge titel. Want Feyenoord heeft best wel meihoge 4 goede aanwinsten. Waarvan 5 nieuwe zijn gekomen. En die 4 zijn is Pedersen, Til en Treuner. Ik heb er nu al zin om naar te kijken. Ik zat trouwens random te bedenken om eigenlijk te filmen hoe ik edit. Dan gaan jullie nu zien hoe ik ga editen. Hoe ik allemaal knip en plak. Dus dan ga ik even camera erop zetten en dan ga ik jullie details laten zien hoe ik het allemaal doe in de speed. In zijn eigen huis. Eigenlijk Mario even halen. Dag FIFA. Wow, geniaal dit.
Als jullie zien was John geniaal. Hij stond letterlijk vast. Leuk dat ik weer mag meedoen met een filmpje over de top 2000. Nou, ik heb de vorige keer dat ik de lijst laat zien, heb ik op de laptop laten zien. Heb ik alle nummers laten zien. Nu doe ik op een andere manier. En dat is, dat zijn dus de 35 platen waarin ik ga stemmen op de top 2000. Nou Sander, nou is het jouw beurt. Dankjewel Vincent. Ik ga nu mijn top 2000 maken. En let's go. Laten we even gaan maken. Nou, mijn top 2000 van dit jaar is weer ook anders dan vorig jaar. Mijn nummer 1 is Queen van... Zo, ik dacht even om mijn werk. Ik ga even mijn kluis, want om mijn werk heb ik een kluis. Dat ik laat even een moment leegmaken. Wat kom ik ineens tegen? Deze map. Ik wist dat die er al in lag, maar die lag echt ongelooflijk lang in. Niet normaal lang. Maar wat ik nu ga doen is lekker richting huis toe. Het is zo'n raar gevoel eigenlijk om dat te zien. Hoe lang je al daar zit of werkt. Wat dan ook. Wauw. Ik vraag me weer af aan mezelf. Hoe lang zit ik eigenlijk daar zo? Best wel lang volgens mij. Ik kan niet beseffen hoe lang ik er eigenlijk al zit. Ik kan het niet geloven. Laat ik zo zeggen ook. Want ik zit sowieso... Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie deze jaaroverzicht leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je je beneden abonneert. En vast de beste wensen iedereen. En maak er een mooi 2022 van. Pak 21 zeggen. Maar adidas. En tot volgend jaar. Maak een leuke jaar van. Later!